deze week in Rotterdam onderweg. Op de A15 is een deel van de parallelrijbanen in gebruik genomen. In Rotterdam-Zuid wordt druk gewerkt aan het stadswarmtenet en werkzaamheden aan de Hartelbrug, de Strevelsweg en de A20. Sinds zondag 13 oktober zijn op een deel van de A15 de nieuwe hoofdrijbaan en de parallelrijbanen in gebruik genomen. Dit betekent dat weggebruikers op eerdere momenten hun afslag moeten kiezen. Verkeer wat vanaf het Vaanplein naar de Maasvlakte gaat, moet dan kiezen of zij de hoofdrijbaan of de parallelrijbaan nemen. Kiezen zij voor de parallelrijbaan, dan kunnen zij afrit 19 richting Sjaarloos of afrit 18 richting de Waalhaven nemen. Kiezen zij voor de hoofdrijbaan, dat is het doorgaande verkeer richting Europoort. Het doel hiervan is dat het verkeer makkelijker door kan stromen en dat er meer veiligheid bereikt wordt, omdat er minder in- en uitvoerend verkeer is. Eind oktober en begin november wordt er gewerkt aan de A20 tussen Westerlee en het Kleinpolderplein. Vanaf vrijdag 18 oktober om 10 uur 's avonds tot maandag 21 oktober 5 uur 's ochtends is de A20 afgesloten tussen het Ketelplein en het Kleinpolderplein in de richting van Gouda. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A4 Benelux-tunnel, A15 en de A16. Op de gele borden worden de alternatieve routes aangegeven. In Rotterdam-Zuid wordt druk gewerkt aan de aanleg van een stadswarmtenet. Daar kan het verkeer op meerdere plaatsen hinder van ondervinden. We staan hier momenteel in het Maasstadziekenhuis en dit is één van de 6 knooppunten in ons stadswarmtenet. Vanuit hier wordt de warmte verder getransporteerd naar het ziekenhuis en verder de wijk in. Stadswarmte is restwarmte die overblijft bij energiecentrales, bij fabrieken en bij verbranding van afval. De komende jaren zal Nuon nog 25.000 woningen gaan aansluiten op stadswarmte. En in de toekomst zullen nog veel meer woningen volgen. De aanleg van stadsverwarmingsnetten heeft ook zijn impact op de openbare ruimte. Verkeer en omwonenden kunnen hier tijdelijk hinder van ondervinden. We staan hier momenteel op de Groenings van Zoelenlaan, waar binnenkort wordt gestart met werkzaamheden. Het verkeer op de rotonde zelf wordt niet stilgelegd. Het verkeer wordt wel teruggebracht tot een snelheid van 30 km per uur en zal via de middenberm achter mij naar de rotonde worden geleid. De fietsers die kunnen op dit punt niet oversteken, die worden ook via de rotonde omgeleid. Het is dus voor iedereen van belang om goed de borden te volgen en dat is ook voor ieders veiligheid van belang. De werkzaamheden die zullen tot medio november duren. In de avond en nacht van maandag 14 oktober tot en met woensdag 16 oktober wordt er gewerkt aan de Strevelsweg. Tussen de Veldstraat en de Groene Hillendijk wordt de Strevelsweg opnieuw geasfalteerd. Omleidingen lopen via de Dortselaan en de Putselaan en worden aangegeven op de gele borden. Voor alle parkeervakken op dit deel van de Strevelsweg geldt een parkeerverbod tijdens deze 3 dagen. Aansluitend worden de parkeervakken gedurende 6 weken opnieuw bestraat. De Hartelbrug in Spijkenisse wordt tot en met maandag 4 november grondig aangepakt. Van maandag tot en met vrijdag, tussen 2 uur 's middags en 8 uur 's avonds, is de Hartelbrug vanuit Spijkenisse richting de A15 dicht. Omrijden kan via de Spijkenisserbrug. Op overige tijden is er in iedere rijrichting 1 rijstrook beschikbaar. Vooral in de spits kan er veel vertraging ontstaan. Daarom wordt aangeraden om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te gaan. Een aantal buslijnen is dan ook gratis.